Het is weer vrijdag en dat betekent dat Deadpool weer iets kwijt is, zoals elke week, want hij is een warhoofd. We zien het links al in beeld, hè? Find Deadpool's Big Black Mark, hè? Laten we even gaan kijken, want meestal heeft hij ook weer een andere positie in zijn schuilplaats. Ah, hij is een pijp aan het repareren. En we gaan dus op zoek naar zijn grote zwarte markeerstift, als het goed is. Laten we even de computer kijken. Big Black Marker, ja. Ja, we hebben deze week niet echt een nieuwe locatie of een nieuwe kamer in het hoofdkwartier. Dus ik stel voor dat we gewoon vooraan beginnen en kijken wat er gebeurt. De Agents Brutus beginnen we mooi vooraan. Big Black Marker. Waar bewaar je een grote markeerstift? Natuurlijk bij een computer. We gaan hem meenemen. Deadpool Challenge completed. En net als altijd hebben we ook weer een deel 2. Dus daarvoor gaan we weer terug naar Deadpool's computer. Om te kijken wat deel 2 is van deze challenge. Waarschijnlijk weer iets wat we in de game moeten doen. Deface Ghost or Shadow posters. Ja, we hebben de posters op de verschillende gebouwen in de game. Dus daar gaan we naartoe in de game. Dat kunnen jullie natuurlijk weer heel goed zelf. Hoef ik jullie niet te laten zien. En dat betekent dat we daarmee deze video weer kunnen afsluiten. Dus een nieuwe week, een nieuwe Deadpool Challenge. Het valt allemaal weer reuze mee. Zoek de markeerstift bij Brutus in zijn kantoor. En dan kunnen we weer verder naar de gewone games. Dan zie ik graag jullie weer de volgende keer.